NEC speelde de nare bijsmaak na de nederlaag tegen Telstar vrijdagavond weg door met 6-0 te winnen van FC Dordrecht. Trainer Adrie Bogers en verdediger Frank Sturing waren na afloop dan ook terecht tevreden. Frank, gefeliciteerd. 6-0 tegen Dordrecht. Dat is een lekkere wedstrijd om er eventjes terug in de baas te komen. Ja, heerlijk. Ik hoorde gisteren dat ik ging spelen. En dan hoop je gewoon dat het een goede wedstrijd wordt. En dan vliegt hij na 1 of 2 minuten al erin. En dan weet je, als we geconcentreerd blijven, dat we gewoon uit kunnen lopen. Ja, 6-0, perfecte uitslag. Adrie, was dit het enige juiste antwoord na de nederlaag van afgelopen maandag? Nou ja, dan is het inderdaad wel belangrijk dat je laat zien. En met name thuis natuurlijk, dat we het slecht gedaan hadden en dat we het nu willen rechtzetten. En dat is volgens mij wel aardig gelukt. Verwachtte je van tevoren dat je zou gaan spelen? Ik hoopte het natuurlijk wel. Ik wist dat Ted geblesseerd raakte, maar met Svendli hadden we ook nog een andere centrale die links was. Dus ik dacht misschien zou hij voor een linksbenig kiezen. Maar ik had wel gehoopt en ook al stiekem gedacht dat ik wel gewoon zou beginnen. Hey, ik train dagelijks met die jongens, dus ik weet uiteindelijk wel welke kwaliteiten ze hebben. En is vaak nog de vraag van hetgene wat ze op die training laten zien, dat ze dat in de wedstrijd ook kunnen laten doen. Maar dat is vandaag wel aardig gelukt, dus ik stond daar niet echt van te kijken. Nu je weer terug bent in de basis, is het misschien wel een beetje gek gezoen. Wat is je doelstelling voor jouzelf nog om aan spelen toe te komen? Ja, gewoon basisspeler worden. Gewoon vast basisspeler. Ik wil gewoon blijven staan. En zo goed mogelijk doen met NEC, gewoon kampioen worden. Stel dat die jongens terugkomen, dat je eigenlijk misschien nog wel een moeilijkere keuze moet gaan maken dan daarvoor. Ja. Als trainer hoop je dat wel, maar ik wil niet te lang vooruitkijken. Want vorige week was het allemaal nog rooskleurig. En na de wedstrijd tegen Telstar mis je eigenlijk 3-4 mensen. Dus ik hoop niet dat iedere week gaat gebeuren. Tot slot, Adrie, Sinterklaas. Avond is bijna, 5 december. En vandaag heb jij het publiek op 3 punten getrakteerd met jouw team. Maar na afloop trakteerde jij jouw team ook nog op iets. Dus de term Sinterklaas, Adrie Bogers, komt wel iets dichter in de buurt. Ja, ik zal proberen mijn baard te laten staan en mijn haar nog wat krijzen. En dan kom ik er aardig, begin ik er aardig op te lijken. Ik heb het nog niet helemaal gezien, maar ik hoorde wel dat het iets lekkers lag. Ja. Ik moet even kijken wat, maar dat heb ik misschien ook wel verdiend. Zware week geweest, 6-0 gewonnen. Dus ik zal zo even kijken. Nee, dat is gewoon altijd zo voor het herstel. Is pizza goed voor het herstel? Ja, het maakt niet zozeer uit wat ze dan eten. Maar pizza is blijkbaar A, lekker en B, toch goed voor het herstel. Dus daar gaan we zeker mee door. De trainer neemt dan ook een puntje? Ja, ik heb 3 puntjes, dus daar ben ik al blij mee. Dankjewel.